bestaan. Dus het gaat echt. Het is echt wel nummer. Het is echt wel een nummer dat je als finale zingt. Zo echt een soort finale nummer. Zullen we dat doen? Zullen we gewoon als finale nummer doen? Jullie mogen kiezen. Wie wil dat finale nummer? Oké. Okay. We worden heel goede vrienden. Gaan we allemaal nummer doen? Hey vriendjes, mag ik even met je praten? Want het verwacht me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat gevoel over onmacht dat je denkt? Onder hoe zit nog steeds op die game in Ryan uit te zoeken? Selfies van jezelf maken, dat is zo inter. Laatst was ik op een begrafenis, ging ook iemand op een selfie maken met het lijf. Echt heel raar. Dat blijft wel stil liggen. En dan nog een verzoekje of u ook nog een sms of WhatsApp. Dan of, oh, wat een leuke voorstelling, want misschien een reden daar, want hij is toch minder dik dan ik dacht.
maar ik wil ook heel graag zingen. Dat zijn liedjes van mijn laatste cd, De Leeuw Zingt Lom. Liedjes van Robert Lom. Ik vind Robert Lom een van de beste zangers en liedjeschrijvers die we ooit hebben gehad. En hij zal nu zo snel vergeten dat ik graag hij kan niet horen. Maar ik vind Robert Lom, hij is ook zo belangrijk voor mijn leven geweest. Ik denk wel, door Robert Lom wilde ik ook wel misschien wel een vak in, wil ik mensen amuseren. En ik moet u vertellen, Robert Lom kwam op een, ik was een jaar of 14 kwam in mijn leven. Ik was daarvoor, tot echt tot mijn puberteit, was ik een heel verlegen, introvert, in zichzelf gekeerd kindje was. Ja, ik had zomaar stil kunnen wonen. Ik was een oester die nog niet open kon. De parel zat er wel in, maar hij was nog gesloten. Mijn moeder werd helemaal gek van me. Ik was een kind dat alleen maar lag op bed en Donald Duck las. Dus mijn moeder, op mijn 9 ben ik gewoon echt naar voetbal geschopt. Ik dacht, jij gaat naar voetbal. Dat was mijn ergste maanden die ik heb gehad op zaterdag op de voetbal. Ik zat ook in het allerlaagste pupillen, elftal. Dat is ook speciaal gecreëerd, want allemaal van die losertjes, weet je wel. Of te dikke kindertjes, of autistische, of mongoliede kindertjes. Of ook een Belgisch jongetje zat er ook bij. En dan moest je ook als eerste op de zaterdagmorgen voetballen. Als de koeien nog niet gemolken waren, moesten wij al in het veld gaan staan. Soms was het gewoon een totale dikke mist. Ik was keeper. Ik heb wel eens een keer wedstrijd gespeeld, toen was het zo mistig. Na 3 kwartier kwam er een ander jongetje naast me staan in het doel. Ik zei, wat kom jij nou doen? Hij zei, ik ben de keeper van de tegenpartij. De tweede helft is al begonnen. Ik heb een hele fluitsignaling gehoord van de rust. Ook de tegenmist en zo. Maar goed, uiteindelijk werd ik puber. Ik werd in de jaren 12 en ik wist helemaal niet wat ik moest. Ik wist niks van de liefde. Ik wist niet wat ik met meisjes moest. Ik had nog nooit met jongens gevriend. Want ja, ik had natuurlijk wel eens een cavia gevingerd. Maar wie weet dat niet, hè? Dat wel, ja, die cavia heb ik helemaal suf gevingerd. En daarna heb ik hem aan Mark met die huidbreks gegeven. Maar toen kwam Robert Long in mijn leven. Die plaat, vroeger of later, de eerste plaat van Robert Long. En die knalde gewoon in mijn leven. Elk liedje wat hij zong, ik dacht, dat zingt hij voor mij, dat zingt hij over mij, dat zingt hij voor mij. En daar wil ik een aantal liedjes zingen die uit de jaren 70 komen, maar die misschien vandaag de dag nog heel erg actueel zijn. Het eerste liedje is Liefste Beliefste. Heel mooi liefdesliedje. Schenken, zeg dan nog niet dat ik
Hey pa, omdat ik verliefd ben op Niels, net als Jindra. Annie, de Rooi. Annie de R. Hey pa, wie is dat jongens? Wie is Annie de R? Wie is dat? Balkon of wie? Niemand? Je moet wel zeggen, als je sms was, een hele moeilijke avond vanavond. Als het zo'n stijgende vrijtof wordt. Dat ken ik nog niet. Maar er is ook iemand die had ook een lied, dat ken ik ook niet. Maar misschien weet ik wel. Ja. Je hebt een meta-herinnering aan Theater Bellevue in Amsterdam, eind jaren 80, waar ik in de kleine zaal achter de bar werkte. Waar je een van je eerste optredens had, Anke. Nou, die heb ik nog half gezongen, aan het einde ga ik hem ook weer zingen. Liedje de Regenboog voor Remco en Esther Hermans, omdat het leuke buren zijn. Buren die altijd voor je klaarstaan. Ja, dat heb ik vandaag de dag wel hard nodig, mensen. Iemand, Evert, die wil graag passie van Clouseau. Oh, ja. Hoe Koen Wouters, hoe Koen Wouters de Nederlandse taal uitspreekt, niemand kan het sensuele. Evert, is dat zo, Evert? Ja. Oh, mooi, balkon. Hi, Evert. Het fijn dat je even gaat staan. Niemand kan je nu zien dat je op het balkon zit. Maar dan krijg je even het schuim. Op de achterste rij. Ik ben heel blij, Evert. Ik heb het nummer nog nooit gezongen. Ik heb hem graag op het nummer. Denk ik heel veel gespeeld. Evert wil het sensueel hebben. Niet zo'n vrijtof samenzang van droog je tranen. Oké, daar gaan we. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Zie je zitten, waar ik gebruik je hele verdriet. En zo blij dat ik goede buren heb. De rest is nep. Daniek wil heel graag haar vader. Daniek, waar zit je? De vader. Daniek Scholz, waar ben je? Hallo Daniek. Je wil heel graag je vader Peter Scholz, die zit naast je neem ik aan. Je hebt met jullie moeder een dochter Papa Dag. Oh, het regende, hè? Ik was een kut in je zin, hoor. Ik heb net in een hotelkamer gelegen, dat is een ander Frank. Ik durfde niks. Het regende ook heel veel. Ik wil wel uit. Maar je wilde heel graag het nummer Papa van Stef Bos. Heb ik nog nooit gezongen, Papa. Ja, ik denk dat het moet gaan. Papa, 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 ik lijk steeds meer op jou. Er waren mooie vrienden bij, maar niemand zoals jij. Papa, papa, de wereld is veel mooier dan je lacht. Ik ben vandaag zo'n papa, ik ben vandaag zo'n papa, ik ben vandaag zo'n papa. Zo'n papa was ik nooit. Papa, hij was maar een papa, ik vind het rood. Hij was maar een papa, en nu is hij niet dood. De herinnering blijft, een papa met zijn naast. Hij heeft alles gegeven, ook op deze donderdag. Niemand ziet ze. Sensuele perhaps
woman exist to give you comfort. It is there to keep you warm for your heart. And in each great trouble when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love is sunk as like a cloud, to some as strong as steel. For some way of living, for some way of feel. And some say love is holding on, and some say letting go. Je gaat lekker missen, en some say. Je gaat het niet doen in de halve nummer van mij, ben je met passie aan het spelen terwijl ik met Per Geloof bezig ben. Ja, ik wou een medley maken. Nee. Wat zeg je? Het was een vlak. Wending maken, medley. Doe je maar in de lucht wendingen maken. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of change. Like fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, the memory of love will be of Olga, you. Ja, Droomland. Paul, verzoek je Droomland. Zo mooi gewoon. Heel veel groetjes. Astrid. We gaan even alle lekker dromen. We lekker doen in deze tijd. Van de saamhorigheid. Naar elkaar horen. Van allemaal goede buren. Hier in land van mijn dromen. Ergens hier ver vandaan. Tonight.
misschien een beetje tot de wacht in de rij. Oh, wacht hem tot je mee mag doen. Dat duurt misschien wel even. Maar iedereen is er een paardje bij. In de molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen zonder jou, de waarheid nog maar mee. Dus kom draai met de molen mee. Eenmaal in de molen van het leven, ik begin bij je misschien een beetje van. Ik vind het ook niet leuk als je
taal op nagedacht. Dat wil je heel graag, want zo koddig is, vinden ze niet leuk. En ik wel. Nee, dat is niet. Dat hoor je het zeggen. En je moet je verdiepen in Vlaanderen. Ik ben er ook net van het begin van het programma. Ben ik 10 dagen met mijn familie en een auto zijn we door Vlaanderen gaan reizen. Ja, het is wel echt, je moet wel 10 keer terug de grens over. Als je op gaspedaal drukt in Brussel, ben je niet even 2 minuten, ben je al bij Rijssel of bij Lille. Dus moet je helemaal terug. Maar het was enorm leuk. Allemaal leuke plekken zien. Mechelen, Luik, Gent, Jezuseik, Hangbuik, Sloten, Brussel. Maar niet alle wijken heb ik in Brussel bekeken. En uiteindelijk, dat ging heel goed, en toen moest ik bij de directeur op het matje komen, bij de directeur van de VTM moest ik op het matje komen. Maar, nou, matje zeg ik wel niet, hè? Wij zeggen iemand op het matje komen, maar zij zeggen, oh, hoe zeg je dat nou? Dat is heel grappig, nee, niet grappig natuurlijk, dus we zijn erin te zitten. Maar hoe noem je dat nou, als je op het matje moet komen, Mikkel? Dat vinden we leuk om te weten hoe je dat noemt in Vlaanderen. Hoe noemen, wij komen op het matje, wij worden op het matje geroepen, en waar worden jullie op geroepen? Kleedje. Op het kleedje. Als hij schaak is, nooit schaak man, maar schaak kleed, zegt hij altijd. Ik kwam toen bij de directeur, ik ging zitten en hij zei, hallo, hij komt naar mij, hallo, Paul, wat fijn dat je onze tv wil maken. Ik zei, hartstikke fijn, wat ben je van plan? Nou, een programma net als in Nederland, maar Nederland wil ze niet meer hebben, dus ik wil het graag in Vlaanderen maken. En ga je met muziek, ja, ik heb een eigen band, oh, dat had hij dan liever niet. Of ik dat niet wilde overwegen, heel vriendelijk. Of ik met een Vlaamse pianist wil gaan werken. Ik zei, ik ken niemand. Hij zei, we hebben wel iemand in de aanbieding. En ik zei, hoe heet dat? Hij zei, Miguel Wiels. Vond ik zo'n domme naam. Dus dat is een naam waar ik wel dingen mee kon. Dacht Miguel Wiels, vijfde wiel aan de wagen. Daar kan je wel mee. Toen zei ik, maar, kan hij een beetje piano spelen? Dat vroeg ik heel eerlijk. En ik zei, nou, zei die man, dan moet je maar even gaan... dat doen ze ook anders. Hè? Moet je maar even gaan googlen. Noem ze ook niet zo. Hè? Vlaanderen moet je anders. Hoe noem je dat nou? Als jij zegt, we gaan googlen. Hoe noem je dat nou als je dus iets gaat opzoeken? Hoe noem je die Google? Hoe noem je die Google? Hoe noem je het nou? Maar hoe noem je nou Google? Google. Simsalabim informatie. Ik zeg, ik kan wel zeggen wat hij heeft gedaan. Nou zegt hij, heeft alle liedjes van K3 gecomponeerd. Eerst goeiedag, die directeur komt op ons af, heel aardig man. En ze zegt, welkom u ook. Hij zei, ik niet wel Wiels, ik heb alle liedjes van K3. Nee, dat is niet waar. Ik zeg het toch niet. Ik zeg gewoon bedankt voor de fly, het is heel fijn. En dan zeg ik, ja, kunt u een liedje van mij zingen? De directeur! En met de gek, ik zeg, ik heb alle publiek dat mij krijgt verwacht hoor. Allemaal kleine kinderen en geile vaders. Maar ik heb gewoon publiek, we kennen wel K3. En we kunnen het echt niet zingen. En ook hoef maar een toon uit te slaan of ik wel, ik heb geluid, hier wordt het niet gezongen, dat is gewoon, je hebt gewoon niveaus. Dat die Roermond gisteren helemaal gek werd, dat spreekt mij hier. Het gebeurt niet, ze zingen niet mee. Van Afrika tot de Amerika.